Welkom, dames en heren, bij de Tegenlicht internetserie De Slag om het Internet. Mijn naam is Roland Duong en ik ga de komende maanden onderzoeken hoe we het internet weer kunnen gaan fixen. Dat doe ik door middel van podcast, videostreams en blogs. En die kunt u allemaal beluisteren en kijken op de Tegenlicht-site van de VPRO. Dit is het tweede gesprek in een serie van 4 studiogesprekken die ik speciaal op de Dutch Design Week aan het opnemen ben. Ik ga in gesprek met ontwerpers, met kunstenaars, met denkers, met de vraag hoe gaan we dat internet fixen. Vandaag is het onderwerp data. Wat weten we niet van data? Wat moeten we vooral te weten komen over data? Ik heb daarvoor 3 gasten. Marcel Taans is de Chief Information Officer van de provincie Noord-Brabant. Gert Franke is een data designer. En hier aan tafel heb ik al Tijmen Schep, een privacy designer. Welkom. Dank je. Het gaat veel verder dan dat. Daarom heeft ontwerper Tijmen Schep een systeem bedacht om ons te beschermen tegen de bedrijven die informatie halen uit de slimme apparaten die we in huis hebben staan. Zijn systeem, Kendall, is niet verbonden met de cloud en kan dus ook geen data doorgeven aan bedrijven. Het is ooit begonnen als experiment, maar intussen is het project steeds serieuzer aan het worden. Dit apparaat sluit je hele huis aan internet af, dus hier gaat je internetkabel in en hier gaat hij naar je router. En dat kan je dus met de hand kan je dat zeg maar hele uitzetten. Je zegt nou, nu even geen internet. Google zou dit nooit kunnen maken. Als Google dit zou maken, dan zouden ze zichzelf in de voet schieten, want dan gaat die data niet meer naar de cloud. En wij kunnen zeggen, nee, wij gaan juist een apparaat maken wat jou absoluut 100% garandeert dat die data nergens heen gaat, want er is gewoon geen internetverbinding. Ja, Tijmen, jij hebt een mooi alternatief voor Google Nest. Ja, de hele reut en meteut heb ik alternatieve vormen voor bedacht, klopt. En waar kan ik het kopen? Dat kan helaas nog niet. Oh. Het is vorig jaar gelanceerd op Dutch Design Week ook toevallig. En daar kreeg ik ook heel vaak die vraag van, oh, leuk, kunnen we het ook ergens kopen? Dat kan niet, je kan het wel zelf namaken. Dat hebben we zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Maar het is nog niet te koop, maar het is wel de vraag, misschien moet het wel te koop zijn. Ja, het moet zeker te koop zijn. Dus wat houd je tegen om gewoon Google Nest naar de kroon te gaan steken? Dat zijn we aan het onderzoeken nu. We hebben toen echt een soort design fiction neergezet. Echt van, nou, zo zou het echt anders kunnen werken. En met die eerste versie apparaten was het echt heel extremistisch. Ook zoals je zag, heel erg fundamentalistisch. Van, nou, we gaan echt internet van heel je huis gewoon uitzetten als het moet. En nu zijn we echt meer aan het onderzoeken van hoe zou een consumentenproduct eruit zien. Maar daar zijn we dus nu mee bezig. Oh, je bedoelt, het werkt eigenlijk nog helemaal niet goed? Oh nee, het werkt helemaal prima. Ja? Maar het was nog niet zeg maar te koop. En het werkt nog heel fundamentalistisch in de zin dat je soms heel ver kon gaan qua dingen deleten. En dat het sommige dingen ook nog wat technisch gewoon nog wat beter konden. Ja, maar even voor de goede orde. Kijk, we denken nu aan smart homes en smart camera's en smart. Dat alle data naar een cloud moeten en daar worden we dan beter van. Maar ja. Dit is een fundamenteel andere gedachte. Ja. Wat dit project echt liet zien, wat de bedoeling was, maar ook een beetje onderzoek van kan dat, was, we denken vaak dat we moeten kiezen tussen privacy en gebruiksgemak. Het een of het ander. Dus ik kan zo'n Google-apparaat nemen, maar ja, dan geef ik wat privacy op. Nou, dat is dan hoe het is. Maar dat hoeft dus niet. Als je het goed ontwerpt, kun je allebei hebben. Dat lieten we met Kendall heel erg zien. Dit is een systeem wat gewoon lekker werkt, wat stembediening heeft en al die details, al die dingen die je verwacht, maar 100% lokaal. Je kan er van buitenaf wel bij als je wil, maar het is niet in de cloud. Je logt dan als het ware in je eigen huis en dan kan je erbij. Dus het heeft dezelfde dingen, maar gewoon op een andere manier die wel gewoon menserend is. Ja, en wat kan je er allemaal mee bedienen in je huis? Ja, van alles. Dus je lampen. Ik werk bijvoorbeeld heel goed samen met IKEA-apparaten. Maar dit is bijvoorbeeld een apparaat, dat is een CO2-sensor. Dit is het apparaat dat je net in het filmpje zag, waarmee je de anemonen, waarmee je huis uit kan zetten. Waarmee het internet uit kan zetten. Ja, dus ja. Dat was een soort. Dat kan je doen als je dat wil. Als je te veel ruzie met je kinderen hebt, dan zeg je nu is het klaar. Bijvoorbeeld, ja. Het blijkt dat het. Heel veel van deze apparaten worden ook vaak gehackt, die slimme apparaten. En het blijkt doordat de hackers steeds slimmer worden en ook proberen om dat 's nachts te doen. Dan valt het minder op. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, nou, als iedereen slaapt, dan zeg ik het internet van mijn huis gewoon uit. Een fysieke knop ook. Ja, een fysieke knop in wezen voor je hele internet. Geweldig. Waarom niet? En als je op vakantie bent, bam. Ja. Ben je nou een roeper in de woestijn of wat is je status? Ik denk dat het. Ja, ik vergelijk het heel vaak met de milieubeweging. En waarbij als je 20 jaar geleden keek, dan had je af en toe een supermarkt voor biologisch eten. En daar ging dan een geitenhollen sok. Mijn vader die was iemand die vond dat helemaal fantastisch. Die ging dan daarheen.
Nou, daar moest je speciaal heen. En ondertussen, 20 jaar later, weet je, ligt het gewoon bij de Albert Heijn. En kan ik gewoon, weet je, bij de Domino's veganistische pizza's krijgen en zo. Dus je hebt eigenlijk de biologische smart home. Precies. Dit is eigenlijk een soort van het begin van de biologisch etenbeweging, maar dan voor technologie. Dus je, ja, je ziet dat er steeds meer partijen aan het opstaan zijn, die nu nog zeg maar een soort de digitale geiten wollen sok zijn. Maar dat gaat heel snel zich ontwikkelen tot iets wat iedereen wil. Want de problemen worden ook gewoon steeds duidelijker. Vooral de laatste paar jaar. Dus de vraag om dit soort apparaten, zoals je zelf al aangaf, die groeit enorm. Dus er is ook al een echte markt. Ja. Als het gaat om data, daar weet je ongelooflijk veel van. Wat is in jouw visie het grootste misverstand wat mensen hebben over data? Ik weet niet of het een soort misverstand is, maar een soort, wat ik merk in het publieke debat is dat we gewoon net niet genoeg nuance hebben in hoe we over data praten. Dus je merkt bijvoorbeeld, nou, ik zal een voorbeeld geven. Stel je hebt een slimme lamp, een slim lampsysteem, en die is wel met het internet verbonden. Nou, elke keer dat jij die aan en uitzet, geef jij een soort signaal door. Dus stel jij zet hem 's avonds voor het slapen gaan uit en 's ochtends doe je lampen weer aan, het is winter. En wees heb je dan ook een signaal gegeven hoe lang je hebt geslapen, wanneer je naar bed ging. En dan, nou, als je dat een paar dagen opneemt, dan kan je kijken, nou, slaap je wel regelmatig? Slaap je wel lang genoeg? Nou, dan weet je bijvoorbeeld weer, ja, dat Apple doet dat toch? Die wil dat de hele tijd registreren om jouw slaappatroon, om jouw ideale slaappatroon je voor te stellen. Ja, al van de grote bedrijven vind ik Apple dan nog wel eentje die wel lekker relatief goed bezig is qua privacy. Maar andere bedrijven, ja, dat is een andere koek. Ja. Maar goed, als je dus weet wat jouw slaappatroon is, dan weet ik ook jouw kans op Alzheimer op latere leeftijd. Want dat is ook met elkaar verbonden. Als je slecht slaapt op jongere leeftijd, is je kans hoger op Alzheimer op latere leeftijd. Dus in wezen wordt jouw slimme lamp dan een soort verklikker voor jouw kans op Alzheimer. Maar dat niveau, daar denken mensen niet over na. Is dit een voorbeeld van, je noemt maar iets, of is het echt? Nee, het is een voorbeeld. Maar er zijn talloze voorbeelden van hoe dit soort dingen werken. Die metadata. Maar is het nou gewoon een voorbeeld van, als je heel slecht slaapt, krijg je dan sneller Alzheimer? Dat klopt. Dat even voor mijn. Daar is onderzoek naar. Allerlei onderzoek wijst dat uit. Maar het is gewoon een voorbeeld van, waar het om gaat is dat mensen meer data weggeven over hun gedrag met zo'n slim huis dan ze denken. Ze denken, oh, ik zeg gewoon, ik zet de lampen aan. Wat boeit dat nou? Wat heeft iemand daaraan? Ja. Nee, ik haal de momenten waarop je dat zegt. Je stemgeluid, dan kan ik eruit afleiden wat je emotionele staat is. Er zijn algoritmes om te bepalen hoe het met je relatie gaat op basis van je stem. Er wordt eigenlijk van alles uit afgeleid uit die data. En dat hebben mensen gewoon niet goed door dat eigenlijk het is waar het om gaat. Dat is waar het om gaat. Om eigenlijk niet zozeer wat mijn telefoonnummer is of waar mijn huis woont. Dat zijn eigenlijk, Dat is wat ik denk aan data. En dat houdt iedereen ook netjes privé. De meeste mensen denken van, oh, ik wil controle hebben over mijn data. Maar dan denken ze niet door van, er zijn eigenlijk meerdere soorten data. Dus jouw data kan bijvoorbeeld zijn de rauwe data die jij doorgeeft. Over je lichtknopjes gebruik of over je fitness tracker of iets dergelijks. Maar die afgeleide scores daaruit, die afgeleide data van, nou, bijvoorbeeld met een fitness tracker over je gezondheid. Dat is de afgeleide data en die is wat eigenlijk wordt verkocht. Dus jouw rauwe data wordt eigenlijk al gewoon nooit verkocht. Dus die partijen kunnen ook makkelijk zeggen, ja, we verkopen jouw data niet. Dus van hoeveel stappen ik genomen heb, dat boeit eigenlijk niet? Het boeit in de zoveel zin. Je hebt 1 seconde nodig om dan uit af te leiden of je wel gezond bent. Maar daarna is het niet meer zo belangrijk inderdaad. Maar natuurlijk wel fijn om te hebben. Maar het gaat om die afgeleide scores en die afgeleide data vormen. En die zijn waardevol. Ja. En in Amerika is het dan heel erg zo dat de bedrijven zeggen, ja, maar dat is niet jouw data. Dat is onze data. Maar geef nog even van het slapen was wel mooi. Van, ik geef nog eens een voorbeeld van wat zijn afgeleide data waarvan je zelf helemaal niet zo door hebt dat ze dat uit jou destilleren. Een bekend voorbeeld is natuurlijk Cambridge Analytica. Hè, waarbij wat Cambridge Analytica deed, was die nam eerst gewoon 10.000 proefpersonen. Die lieten ze enquêtes doen over hun psychologische gezondheid. Zo'n leuke testjes in zo'n app. En dat is een soort profiel. Je moest ook inloggen met Facebook. Dus dan wisten ze, mensen met deze Facebook-likes-patronen, dat gingen ze ontdekken. Dat is vaker neuroten. Neuroten hebben iets vaker dan gemiddeld, houden ze van de Spice Girls en liken ze dingen over pottenbakken of zo. Dat zijn juist die patronen van, die je met. Ze gingen likes koppelen aan bepaalde geestelijke gesteldheid. Ja, en dan waren ze op zoek naar patronen die je niet zou verwachten. Ja. Dus dan, blijkt dat mensen die neurotisch zijn vaak dit, hadden we nooit verwacht. Maar van Spice Girls houden, bijvoorbeeld. Maar dat is de belofte van Big Data, is dat je juist al die patronen kan vinden die je niet had verwacht. Ja. En als je die patronen eenmaal ziet, dan kan je het ook omdraaien. Ja. Dan zeg je elke keer dat ik iemand zie met hetzelfde soort likes in zijn Facebook, dan is het waarschijnlijk ook een neuroot. Ja. En dat is wat er wordt verkocht. Dus dat is wat Cambridge Analytica deed. Die maakte van alle Amerikanen een psychologisch profiel door eerst van een kleine club Amerikanen heel gedetailleerd te gaan kijken. En die scores, heb ik daar nog invloed op? Van, kan ik me daar nog uit ontworstelen als ik eenmaal zo'n score heb meegekregen? Nou, heel moeilijk. Je moet eerst weten dat het gebeurt. En dan moet je nog eens bij de juiste partijen aankloppen.
Er is bijvoorbeeld een onderzoek geweest naar de Google's Nest thermostaat. Van een Engelse universiteit. Waaruit gebleken, nou, als je echt gaat lezen in wat er in die... Waar je akkoord tegen zegt. En als je dan leest dat het ook je data weer naar andere partijen gaat. En je zou eigenlijk ook daar weer alle privacy statements van moeten lezen. Dan, ja, dan ben je gewoon ten eerste hartstikke lang bezig. Maar ten tweede ontdek je gewoon dat je data eigenlijk naar 1000 bedrijven gaat. Dus mensen hebben gewoon niet... Niemand leest die dingen. Ik ook zelden, weet je. Nee, ja, precies. Maar we gaan het niet over die consent. Dat is ook weer, kunnen we ook alweer uren over praten. Maar het gaat over die data, wat we er niet van snappen. Ja. Kan je voorbeelden geven van hoe die data nu al tot scores komen? Waardoor eigenlijk consumenten, burgers in de knel komen en ze hebben geen idee waardoor het komt. Ja, nou, er zijn heel veel voorbeelden van. Er is een goed boek hierover, dat heet Weapons of Mass Destruction. En een voorbeeld wat daarin wordt genoemd, wat ik altijd heel pakkend vond, was in Amerika was er op een gegeven moment een staat en daar wilden ze de slechtste leraren wilden ze ontslaan. Dus ze dachten, nou, dan gaan we een systeem maken om te bepalen wie zijn de slechtste leraren en dat gaan we neutraal meten. Dus dat hadden ze gedaan. Nou, en een van die leraren en lerares, die kreeg te horen dat ze dus ontslagen zou worden. En ze dachten, hoe kan dat nou? Ik geef hartstikke goed les. Wat is hier aan de hand? Dus die ging graven. Nou, kreeg heel veel tegengas. Nee, vertrouwd systeem nou maar. Maar wat bleek nou? De leraar het jaar voor haar had gelogen. Die had van zijn studenten gedaan alsof ze meer hadden geleerd in het vak wat ze gaf dan werkelijk had geleerd. Dus hij blaasde zijn scores op. Hij liet, oh, en toen gingen ze langs bij haar in het jaar. En zij was gewoon eerlijk. Waardoor het ineens leek alsof ze in haar jaar weinig hadden geleerd. Ah, ze vergeleken het gewoon met de persoon, met haar voorganger. Onder andere, dat was een van de factoren. Maar zij wist niet welke factoren een rol speelden. Maar dat was dus een van die factoren. En daar zat dus veel gewicht aan. Maar dan moest ze helemaal uitzoeken. Nou, en dan bleek dat dus een factor was. Maar je ziet ook natuurlijk veel breder dat... En toen werd ze ontslagen. Of ze zou ontslagen worden door... Zou ontslagen worden. Van eigenlijk dat... Ja. Ja. Van die datapunten en van het algoritme wat daaruit is gedestilleerd. Ja. Maar dat is één ding. Gaat het ook voor verzekeringen, voor creditcards, bankleningen? Dat is natuurlijk waar het eigenlijk begon. Hè? Met banken die hadden al kredietscores. Ja. Dus dat was al, dat idee was er al. Maar dat idee is eigenlijk nu gewoon uitgebreid naar meer sectoren. En dat is nu echt die algoritme brouwerij. Dat wordt echt een black box. En je, op een gegeven moment loop je neus, stoot je neus in bij allerlei instanties. En jij weet niet meer waarom. Nou, een van de... Er zijn allerlei databrokers. Dat zijn die partijen die daarin gespecialiseerd zijn. En die data verzamelen en daar scores uit ontwikkelen. Ja. Een van die databrokers sprak ik op een gegeven moment op een conferentie met een ontwikkelaar daarbij. En die was heel trots. Want ze waren bezig met een algoritme om te bepalen wanneer jij zou overlijden. Om dat te kunnen voorspellen. Dat is voor verzekeraars heel fijn. Maar ja, hoe werkt dat dan? Weet je? Waar baseer je dat op? En is dat niet, weet je wel, totaal uit de lucht gegrepen? Ja, in grote mate wel. Ja. Ja. Ik heb toevallig nu... Het was wel uit de lucht gegrepen? Nee, ik bedoel, kijk... Nu snap ik er niks van. Zeggen die data nou wel wat of niet wat? Ja, dat is het leuke van algoritmes. Ze werken zowel te goed als te slecht. Dus ze werken te goed in de zin dat ze enorm veel worden gebruikt en vertrouwd. En dat heeft echt invloed op je leven steeds meer. Ja. En ze werken te slecht, want heel vaak zitten ze er gewoon naast. En toch word je erop beoordeeld? Ja, maar voor een verzekeraar maakt het niet uit of het perfect werkt. Het moet vooral gewoon net goed genoeg werken dat het geld scheelt. Ja. Dus als het 60% van de keren klopt, dan scheelt het al een heleboel geld. Dat is al beter dan een muntje opgooien. Dus het is beter dan niks voor een verzekeraar. Ja. Dus ik heb op Dasje Zijnwijk samen nu en ik heb net een documentaire gelanceerd. Een interactief documentaire over dit onderwerp wat gaat over gezichtsherkenning. Dat gaat onder andere ook over dit onderwerp van wat er uit je gezicht wordt afgeleid. Dus een van de algoritmes die ik zelf heb ontwikkeld, leidt je BMI, je Body Mass Index, af uit je gezicht. Kan dat? Maar ja, heel veel partijen zeggen ja, dat kan. Nou, ik heb het zelf eentje ontwikkeld. Daar blijkt weer heel erg dat je denkt, hier worden wel heel veel gekke keuzes gemaakt. Je hebt zelf een algoritme gemaakt die op grond van je gezicht je gewicht... Je gewicht en wezen, en je wezen je gezondheid daaruit afleidt. Ja. Ja. En daarmee kon ik dan vervolgens weer ook je levensduur berekenen. Ik vind het een enorme prestatie. Maar was het ergens op gebaseerd of wil je alleen maar laten zien van, joh, het kan zomaar... Kijk, het was gebaseerd op dezelfde dingen die allerlei partijen doen en die hun code hadden gedeeld op internet. Oké. Okay. Dus ik vond bijvoorbeeld van Google India heeft een research team wat dit ook deed. Nou, en die downloaden bijvoorbeeld data van Reddit. Dat is zo'n website waar mensen een soort communities vormen en dingen met elkaar delen. En daar deelden ook allerlei mensen foto's over hoeveel gewicht ze hadden verloren. Dus dan hadden ze een voor- en na-foto en dan hadden ze... eerst woog ik zoveel en toen zoveel. Nou, Google in India, dat team in ieder geval, die mensen die daar werkten, die pakte die data en trainde daarmee een algoritme om te herkennen. Ja. Nou, iemand met zo'n gezicht weegt zoveel, iemand met zo'n gezicht weegt zoveel. En die code heb jij gebruikt in jouw algoritme? Die heb ik niet zelf gebruikt, maar iemand waarmee ik laatst sprak, die heeft dat wel gedaan. Dus het werkt ook echt. Maar ik heb gewoon de data die al beschikbaar was. Dus er waren ook gewoon op internet hele complete datasets beschikbaar.
snap het. Ja. Dus mijn algoritme is gebouwd op twee groepen, namelijk op Chinese celebrities en op Amerikaanse criminelen. Daar zijn allebei heel veel foto's van beschikbaar, waarbij ook ik dan een Excel-sheet had van welk BMI van elke persoon, van elke foto. En daarmee kon ik mijn algoritme trainen. Ongelooflijk. Ja. En dat soort dingen kunnen zomaar één op één worden gebruikt door ziektekosten? Niet op één op één. Ah. Het hele eierreden is natuurlijk dat onder het oppervlak dat het allemaal wordt verstopt. Dus zo'n verzekeraar die doet dat niet zelf. Nee, die huurt een partij in. Die zegt wij verkopen jou een kans dat iemand dit is of dat is. En voor mij is het goed nieuws, want mijn gezicht is natuurlijk super slank en zo. En ik krijg enorme kortingen. En, dus ik ben eigenlijk heel erg blij mee. Nou, wat wel grappig was met het maken is, je ontdekt ook waar je op wordt gemeten. Dus er worden 7 aspecten in je gezicht gemeten. Nee, maar ga er even op in. Ik als je wenkbrauwen. Dus als je wenkbrauwen omhoog doet, dan heb je een veel lager BMI. Nee, maar het is ook positief, toch? Voor de gezonde jongens en meisjes. Die gaan dan minder betalen, toch? Dat is toch ook eerlijk? Ja, dat is natuurlijk altijd wat mensen zeggen. Oh ja, maar die scores, daar hebben we alleen maar baat bij. Maar denk je nou werkelijk dat die bedrijven dat allemaal doen om jou minder geld te laten betalen? Nee, dat doen ze. Nou, misschien wel, als ik zo'n gezonde jongen ben. Nee, uiteindelijk waar het om gaat is voor hun kosten omlaag brengen. En daar is ook allerlei onderzoek naar gedaan, hè, hoe dat werkt. Dus uiteindelijk gaat het om hun bottom line, niet om jou. Dus, en je gaat er ook nog maar eens vanuit dat jij dus positief wordt beoordeeld. Maar zoals we eerder al zagen, dat is helemaal niet gegarandeerd. Nee. Waren mensen die echt hele gekke scores kregen. Nee, je moet even noemen, ook voor de kijkers en luisteraars, hoe heet jouw project? Het is wel heel interessant. HowNormalAmI.eu. Dat is een documentaire. Hij is al 100.000 keer gedaan deze week. HowNormalAmI.eu. En dan kan je met jouw algoritmes dan controleren hoe normaal je bent. Ja. En dan zie je een beetje hoe dat... Jouw gezicht wordt geanalyseerd op je schoonheid, op je leeftijd, allerlei aspecten. Ja. Helemaal privacyvriendelijk. Dus het draait volledig in je eigen browser. En dan kan je zien hoe dat dan werkt. Mooi. Nou, dit is een goed moment om de andere gasten uit te nodigen. Ik nodig Marcel Taans, Chief Information Officer van de provincie Noord-Brabant, uit aan tafel. En Gert Franke, data designer. Want hier moeten we natuurlijk verder over praten. Hallo, welkom. En welkom. Ja, even korte introductie. Marcel Taans, Chief Information Officer voor de provincie Noord-Brabant. Wat doe je voor de kost? Ik ben aangesteld om de provincie wat meer datagedreven te laten werken. Dus na te denken, het is echt een zoektocht over hoe wij data kunnen gebruiken voor onze verschillende beleidsprocessen. Hoe kunnen we nou data gebruiken om maatschappelijke opgaven die spelen, energietransitie, mobiliteit. Hoe kunnen we nou die opgaven op een andere manier benaderen met gebruik van data? Hoe kunnen we tot betere oplossingen komen, efficiëntere oplossingen, effectiever, maar ook meer gedragen en met meer legitimiteit? Nou, dat klinkt ontzettend goed. Wie en wat zijn je databronnen, als ik vraag mag? We kunnen niet te diep op ingaan, maar... Nee, we hebben natuurlijk als overheid hebben we heel veel data. We maken gebruik van CBS-data, we hebben externe leveranciers, we hebben echt heel veel data. Ja, en wat ben je nu aan het bouwen voor de Brabantse burger? Of? Nou, vrijwel ieder domein, ieder beleidsdomein, ieder beleidsvraagstuk zijn we al bezig. Op dit moment veel dashboarden die gemaakt worden. Maar goed, ook toepassing van algoritmes in allerlei beleidsprocessen. En een dashboard is dat burgers kunnen kijken van hoe de CO2-gehalte in de lucht is in een buurt? Bijvoorbeeld. Stikstof is een mooi vraagstuk. We hebben een viewer gemaakt waarin we alle bestaande data over stikstof, en dat gaat over verdroging, ammoniakuitstoot, noem het allemaal maar op, op een hele inzichtelijke visuele manier ontsloten hebben bij elkaar. Zodat je in één oogopslag duidelijk hebt van, nou, wat kun je ermee? En de volgende fase waar we nu mee bezig zijn is ook kaartlaag over kaart leggen, zodat je ook analyses kunt gaan maken. Wat kunnen we dan doen aan het stikstofprobleem? Ja. Dat is in mijn optiek altijd waar we naartoe werken. Niet het ontsluiten van data, daar heb je op zich alleen niets aan. Het gaat om tot wat voor soort nieuwe interventies kun je als overheid komen om een beleidsvraagstuk beter aan te pakken. Ja, Tijmen, hoor jij hier privacy-uitdagingen in dit gebruik van de data? Of denk je, nou, dit klinkt goed? Dit klinkt goed. Kijk, je hebt altijd gradaties. Dus hoe dichter de data bij de mens komt, hoe gevaarlijker het wordt. Maar zodra je gewoon bezig bent met milieudingen meten, leef je uit. Ja, nee, geen probleem. Nou, een van de belangrijkste aspecten die we wel meenemen is die ethiek en die menselijke maat. We hebben een datavisie gemaakt waarin we omschreven hebben wat we van plan zijn. Die is ook de Provinciale Staten besproken. En het allerbelangrijkste thema wat iedere keer terugkwam was die menselijke maat. Dus we hebben ook een aantal ethische uitgangspunten benoemd. We hebben nu met 12 provincies samen een gids gemaakt over ethiek en digitale transformatie. En een van de dingen die we hebben opgeschreven, dat vind ik, wat ik al aangeef, is een zoektocht. Wij hebben aangegeven dat wij geen algoritmes gaan gebruiken waarvan we niet kunnen uitleggen hoe ze tot stand zijn gekomen of hoe ze werken, als ze tenminste gevolgen hebben voor burgers en bedrijven.
Je wil elk stapje kunnen verantwoorden in de bouw van dat algoritme. Zeker. We moeten in ieder geval weten, en als we het niet zelf zijn, moet er een externe partij zijn die dat garandeert. Maar we zijn een publieke organisatie, dus we moeten verantwoording afleggen over wat we doen. En dat kan niet als je niet weet hoe een besluit tot stand komt. Nou, het klinkt schitterend. Ik kijk toch even met een schuin oog naar Tijmen van... Het is makkelijker gezegd dan gedaan, want bijvoorbeeld met dat algoritme van BMI trainde ik het op Chinese celebrities en die Amerikaanse gevangenen. En er was heel erg de vraag, nou, welke verhouding gebruik ik die foto's? Als ik meer Chinese gebruikte, werd het algoritme beter in het beoordelen van Chinese mensen, et cetera. Ja. Maar als je dat zou willen controleren, van, nou, waarom maakt dit algoritme een goede keuze voor bepaalde groepen? Dan moet je dus ook weten welke foto's erin zaten. Maar dan zou je dus eigenlijk ook die foto's publiek moeten maken bij zo'n spreken. Als je echt, weet je wel, het echt transparant in de naam maakt. Maar dat is weer een privacy issue, want dan ben je dus weer foto's aan het delen. En dat is een privacy. Dus het is heel moeilijk om volledig transparant te zijn zodra het over mensen... Je kan aan een eind komen, denk ik toch. Nou, je kan daar op zoek gaan naar vormen waarbij je zegt, nou, een derde partij audit dat, die onderzoekt dat. En ja, precies. En je kunt er absoluut dingen over zeggen. Ja. Dat moet je ook absoluut doen. Nog even, is Noord-Brabant nu frontrunner in Nederland? Of wordt dit gewoon in Nederland breed afgestemd? Hoe provincies met de professionele data omgaan? Ik denk dat we in Brabant goed bezig zijn. We lopen redelijk voorop. Maar we proberen wel zoveel mogelijk in de samenwerking met die andere provincies dat op te pakken. En dat gaat goed? Jullie krijgen wel navolging? Er is goede... Nou, we zijn sinds 2 jaar bezig met een interprovinciale digitale agenda met 12 provincies. En daar maken we echt meters op. En dan komen dit soort dingen heel nadrukkelijk naar voren. Die gids, ethiek en digitaal transformatie is ook echt een samenwerking van die 12. Nou, klinkt goed. Ja. Ik zou bijna zeggen van ja, waar is die stroperige bureaucratie gebleven? Maar dat blijkt dat je die toch niet zo ervaart. Ik vond het wel leuk wat Tijmen zei. Hij zegt van ja, weet je, het klinkt goed, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. En dat is natuurlijk helemaal waar. Je schrijft zoiets makkelijk op, maar hoe gaat dat nou in de uitvoering? Want wat ik net aangaf over dat algoritme, dat kunnen we nu misschien nog wel volhouden. Maar over 5 jaar, dan heb je algoritmes die met algoritmes, die met algoritmes, die met algoritmes praten. Ja, hoe gaan we daarmee om? Nou, hoe gaan we daarmee om? Dat is een mooi bruggetje naar Gert Franke. Hoe gaan we om met ingewikkelde data? Je bent een data designer, je kan het heel mooi visualiseren, onder meer. Hoe zie jij dat? Is op een gegeven moment is de black box zo ingewikkeld geworden dat je er eigenlijk niet meer kan reconstrueren hoe bepaalde beslissingen tot stand komen? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, en ik zie dat wel als een gevaar. En vooral ook als we bedenken aan wie willen we die algoritmes uitleggen. Kijk, en waarschijnlijk wij hier aan tafel kunnen een heel groot gedeelte volgen. Maar ik denk ook dat het cruciaal is dat we een breed publiek straks in staat stellen te begrijpen wat die algoritmes doen. Dus dat betekent ook misschien mensen met een migratieachtergrond of anderzijds een niveauachterstand op dit vlak. En daar zie ik als ontwerper ook nog wel een grote uitdaging van hoe kunnen wij door middel van bijvoorbeeld visualisatie, maar er zijn ook heel veel andere methodieken, zorgen dat het duidelijk wordt hoe bepaalde resultaten tot stand zijn gekomen. Ja. Heb jij wel eens ontwerpopdrachten gehad dat je dacht van deze datavisualisaties, die vind ik toch ethisch eigenlijk een beetje raar. Of ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld als je zoiets krijgt van, nou, we hebben facial recognition, dan destilleren we gewoon je gezondheid en je lichaamsgewicht uit. Dat jij misschien als data designer denkt, ja, hoe shaky is dit eigenlijk? Waar komen die data vandaan en wie gaat het dashboard eigenlijk gebruiken? Hè? Kom je dat soort ethische dilemma's wel tegen? Ja. Ik moet zeggen, niet heel vaak. Ik denk dat er gaan bij ons vaker discussies over ethiek. Ook de soort opdracht geven of we daar bereid zijn voor te werken. Oké. Maar ook de vraag van klopt. Is de methodiek die hier gebruikt wordt of de uitkomst een wenselijke uitkomst? En zijn we bereid om daaraan mee te werken? En dat leidt meestal wel tot de uitkomst, nee, dit gaan we niet doen. Dus 1 keer per jaar zeggen we wel tegen een klus van, nee, dit hier zijn we niet bereid om aan bij te dragen. Ja, dan kan je dat nog even zo duidelijk mogelijk krijgen van, waar vallen jullie dan over? Dat is me nog niet helemaal... Nou, ik denk dat het makkelijkste is om even een voorbeeld te geven van een overheid kwam naar ons toe en die vroeg, we willen al onze leerlingen beter gaan tracken hoe zij presteren. Dat betekent dat ze een digitaal armbandje omkrijgen waar de hele tijd hun resultaten op worden opgeslagen. En tegelijkertijd houden we daar op stressniveaus van leerlingen bij. Ja, dat
De andere mogelijkheden dan puur de prestaties van de leerlingen bijhouden die dat bood, gaf ons al genoeg voer tot nadenken en leidde ook vrij snel tot een keuze om zo'n opdracht niet te gaan doen. Want de bedoeling van hun was dat wij die resultaten van die leerlingen inzichtelijk gingen maken. Terwijl wij toch moreel best wel veel bezwaren hadden tegen überhaupt de introductie. Noem wat van die bezwaren. Ik ben ouder, bezorgde ouder. Ik vind het prima. Mijn kind wordt helemaal gemonitord. Ik weet waar ze uithangt, de prestaties. Wanneer ze stress heeft, kan ik haar nog beter begeleiden. Ik heb zelf een dochter van 11. Ja. Dus prachtig toch, zo'n toepassing? Nou ja, ik geloof zelf heel erg in dat we een soort individuele vrijheid zelf mogen gaan en staan waar we willen. Zonder dat dat direct getraced wordt. Dus dat is één. En je vond het eigenlijk gewoon een te grote inbreuk op de privacy van die kinderen? Ja. Oké. Los van dat je allerlei conclusies gaat trekken, waarbij de vraag, zoals Marcel net ook al aangaf, van de menselijke maat, is die op een gegeven moment nog van toepassing als je dus eigenlijk je leerlingen op basis van die paar specifieke parameters die je in de gaten houdt gaat beoordelen. Terwijl kijk je dan nog wel naar alles wat daar omheen zit en wat er omheen gebeurt. En maak je dan nog wel een menselijke beslissing op basis van die inzichten die je opdoet. En ga je dat gesprek ook aan met je opdrachtgever? Van hoe waarborg je dat die menselijke maat nog gehandhaafd blijft? Of... Ja. En als ze dan voor jouw bedrijf dan niet bevredigende antwoorden geven, dan zeg je we doen de opdracht niet. Ja, maar het interessante was in dit geval was het een opdrachtgever uit het Midden-Oosten met wie we op zich een goede relatie hebben. Oké. Okay. Maar die begreep ons oprecht niet. Die begreep de bezwaren niet. En het hele concept van privacy bleek dat we aan tafel eerst eens moesten gaan bespreken. En een soort zelfbeschikkingsrecht wat je zou hebben. Wat ook de opdrachtgever probeerde oprecht ons te begrijpen. Zodat hij ook mee kon denken naar een oplossing. Alleen hij begreep gewoon oprecht niet wat wij bedoelden. Het was misschien een opdrachtgever uit een regime wat we wat meer als autoritair zouden bestempelen, wij als Nederlanders, wellicht. Ja, hoewel wel een van de meest progressieve regimes in die regio. Maar het is misschien toch wel interessant, want dit is natuurlijk een heel nadrukkelijk ander politiek regime. Dat maakt duidelijk dat denken over ethiek en privacy ook gebonden is aan een politieke situatie. Maar toen straks vroeg je aan Tijmen een van de eerste vragen van, joh, wat is nou de belangrijkste uitdaging bij data? En ik zat even te luisteren en ik denk, ja, dat politieke niveau waar het hier over gaat, komt ook op een ander niveau terug. Namelijk het verzamelen van data. Zo gauw het over data gaat, dan lijkt het alsof dat een objectief gegeven is. Je hebt data en daar kun je iets hard mee aantonen. En dat zie je in beleidsprocessen ook vaak, mijn wereld. We weten dan hoe de Nederlander denkt over een bepaald fenomeen. Of hoeveel uitstoot er aan ammoniak is. Waar we dan aan voorbij gaan, is dat het verzamelen van die data vaak een politieke keuze is. Dat is helemaal niet objectief. Er is iemand die bepaalt dat wij bepaalde data gaan verzamelen. Die bepaalt welke data we verzamelen. En als we die data verzamelen, dan is er ook iemand die gaat roepen van ja, maar dat is veel of dat is weinig. En dat zit ook niet in data. Dat is een politieke keuze die we ook neerleggen op die data. Ja. Data zelf is niet veel of weinig. Dat vinden wij ervan. Maar kom je zeg maar, dit heeft ook een raakvlak, ja, toch met dat zeer boeiende verhaal wat Gert vertelde. Ik kijk daar toch wel van op. Dat je daar ook tegenkomt dat ze ook binnen de Nederlandse overheid de vraag worden gesteld van, joh, willen we dit eigenlijk wel gaan bouwen? Natuurlijk. Ja, ben je dat al tegengekomen? Niet concreet bij de provincie, maar natuurlijk wordt die vraag wel gesteld. Neem de corona-app. Daar is die vraag natuurlijk nadrukkelijk op tafel gekomen. En nog steeds eigenlijk, van willen we zoiets? Ja. En het grote probleem is ook niet die ene toepassing. Daar kun je nog vrij helder van zeggen, nou ja, dat willen we ja of nee. Maar stel nou dat je onder voorwaarden, iedereen vindt het een goed idee om die leerlingen wel vast te leggen. Je hebt geen idee wat er met die data vervolgens gaat gebeuren. Die blijft bewaard, die wordt misschien in een andere context voor een hele andere toepassing ook gebruikt. En dan ontstaan wel problemen. Ja. Zolang die leerlingengegevens echt alleen maar voor het welzijn van dat kind gebruikt worden, prima. Maar dat kan niemand garanderen. Ja, ik wil graag een fragment laten zien die dit uitstekend illustreert eigenlijk. Dit is een fragment uit de film De Grote Dataroof. En dan zie je hoe onschuldige kiekjes op Facebook tot de meest gruwelijke algoritmes kunnen leiden. They use information from our faces, which we've given billions and billions of photos to Facebook,
to train models for facial recognition. Those models are then sold to military operations, some of them in China. And those Chinese operations do many things, including imprisoning the Uyghur, a subset of the Uyghur Muslim population in China, in what is rightly regarded as an open-air prison, where they actually don't have to have people behind bars because they track and follow them constantly through facial recognition. De kennis die wordt verkregen met onze restdata kan aan iedereen worden verkocht. Gezichtsherkenningssoftware kan bijvoorbeeld worden verkocht aan een Chinees bedrijf dat meehelpt met de onderdrukking van de Oeigoeren in China of het opsporen van voorvechters van democratie in Hongkong. Zo kunnen onze dierbare familiefoto's door Facebook worden gebruikt om autoritaire regimes te faciliteren. En onze privacy komt niet in gevaar, want onze gezichten worden niet doorverkocht. Het gaat om de restdata die van onze gezichten wordt afgeschraapt. Nou ja, dit is natuurlijk een heel cru voorbeeld van wat u net al zei. Er is allerlei data in de wereld en je weet eigenlijk bij God niet hoe dat wordt hergebruikt of wat voor algoritmes daaruit worden gedestilleerd. Nou ja, ik denk dat die Amerikaanse gevangenen ook niet wisten dat ze gebruikt werden van algoritme om hoe normaal ben jij te faciliteren. Ik denk dat ook een belangrijk punt is dat mensen zeggen vaak, oh, privacy dat is een soort individueel iets. Ik bescherm mijn data, ja of nee, maar privacy is juist ook heel erg iets maatschappelijks, waarbij als jij jouw data gewoon compleet deelt, dan kan die data dus gebruikt worden om andere mensen die bewust minder delen toch te profileren. Dat is wat we met Cambridge Analytica zagen. Sommige mensen delen heel veel en die verklikken het eigenlijk voor de rest. Dat begrijp ik niet. Nou, je hebt bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld hier in Eindhoven. Daar heb je bijvoorbeeld een wijk waarin ze heel graag allerlei sensoren willen ophangen en dan mag je daar gratis wonen in ruil voor jouw data. Ja. Nou, daar zie je het weer hetzelfde als met Cambridge Analytica. Je zorgt eerst dat je een kleine groep mensen gewoon helemaal doorlicht en alles van weet. En dan weet je, nou, als ik dit patroon zie met de lichtknopjes, dan weet ik ook dat is iemand is die later een gokverslaving heeft of krijgt. Okay, ja, precies. Ja, dus je maakt van die hele gekke correlaties die je ziet. Totaal onwetenschap. Oh, waardoor mijn privacy ook wordt opgegeven. Want als ik dan ook die lichtknopjes gebruik, dan is het ook iemand een gokrisico. Ja. Nee, dus dat is allemaal, wetenschappers zouden zeggen, dit is totaal niet wetenschappelijk. Dit is correlaties. Je ziet het, maar je zegt niets, want het ene leidt absoluut tot het ander. Maar voor dit soort partijen is dat al waardevol genoeg om te verkopen. Ja, wacht even, dat is wel interessant. Ik zit in het Q-team, het quality team van dat experiment, Brainport Smart District. En dat is nou precies wat we dus gaan voorkomen. Het eigenaarschap wordt bij burgers belegd. En we hebben nu een data advisory board. Waar we juist voor gaan zorgen dat ook zo blijft. En dat we dus niet dit soort experimenten gaan doen. Maar dat wel degelijk, natuurlijk gaan we ervaren wat het betekent om data, maar ook circulariteit en allerlei andere vormen van wonen bij elkaar te brengen. Maar juist excess als dit te voorkomen. Dit is juist wat we niet willen. Maar Marcel, denk jij dat al die inwoners dat goed kunnen beseffen wat de implicaties zijn van het delen van die data? Dat is de grootste uitdaging, denk ik. En dat is precies waarom ik dit ook interessant vind. Mensen moeten kunnen begrijpen wat er aan de hand is. En ze moeten kunnen doorgronden welke keuzes ze maken. Uiteindelijk zijn mensen vrij om hun data te verkopen of weg te geven of wat dan ook. Alleen je moet wel het besef hebben wat je dan doet. Daar ben ik het niet mee eens. Okay. Er wordt vaak gezegd tegenwoordig dat het burger het maar moet begrijpen en dan kan hij het overzien en dan kan hij de juiste keuze maken als individu. Maar ik denk, dat stadium zijn wat mij betreft voorbij. Het is heel echt onmogelijk om te overzien als burger. En het is juist dat we politici nodig hebben die dat voor ons doen, zodat wij dat niet allemaal hoeven te begrijpen. Ik wil niet elke appvoorwaarde lezen. Ik wil beschermd worden door mijn politici. Ben ik met je eens? Ik wil een vraag terugstellen. Yep. Als jullie zeggen, je data blijft van jou en we gaan daar niet dingen uit afleiden, we gaan niet gebruiken om allerlei algoritmes te bouwen. Hoe kan het dan dat mensen daar gratis kunnen wonen? Nou, wat geldt vandaan? Nou, het is natuurlijk niet alleen data. Het gaat om veel meer dan dat. Natuurlijk wordt er geëxperimenteerd met welke patronen herkennen we. Alleen dat doen we dus in een construct waarbij die burgers, in dit geval een geselecteerde kleine groep, die wel degelijk weet wat er speelt, in gesprek gaan met de leveranciers, met toepassingen, et cetera. En dit is het allerbelangrijkste punt, om te zorgen dat je samen begrijpt wat zijn we aan het doen. Maar als je samen begrijpt van we gaan een algoritme bouwen wat aan je energieverbruik kan afleiden, wat voor soort mensen je bent of dergelijke, dan ben je toch ook al sluit je die
community zeg maar helemaal af. Dan ben je nog steeds dat aan het doen. En dan kan je dat algoritme wat je daar hebt getraind in Eindhoven nog steeds gebruiken in de rest van Nederland. Om te zeggen, hey, we zien hetzelfde soort patronen. Dus dat zal ook wel zo iemand zijn als toen in die wijk. Dat is wezenlijk waar we het over hebben. Ja, maar je veronderstelt dat dan gekeken wordt naar soorten mensen die daar wonen. Volgens mij gaat het veel meer om het begrijpen welk gedrag er plaatsvindt in die huizen. Welk gedrag mensen hebben en hoe dat kan leiden tot ook meer duurzaamheid in zo'n wijk. Het gaat niet om stereotypen te maken van bewoners. Het gaat om hoe je data gebruikt om een aantal maatschappelijke doelen te bereiken. Maar je krijgt natuurlijk wel iets van iemand die vaak de fiets neemt. Die gaat misschien ook, zet zijn kachel ook niet hoger dan 18 graden bijvoorbeeld. Dat zijn toch al patronen die al richting de grens gaan van ja, maar, profiling maar, van toch of niet? Of, dat is waar, maar we gaan niet alle data op één hoop gooien natuurlijk. Zo is het ook niet. Je verzamelt data over mobiliteit, over energieverbruik. Ik snap Tijmens gedachtegang. Stel dat je gewoon in die smart city, dan krijg je gewoon het patroon van oké, pak vaak de fiets. En dan kan je dus tot een algoritme komen dat je iemand gaat nudgen van hey, die pakt vaak de fiets. Luistert vaak naar de radio. Dus als we niet zeggen van, hey, nu zou jij de kachel niet eens ook op 18 graden zetten? Want dat lijkt me nou net iets voor jou. En dan zegt het algoritme, die kans dat die persoon er ja op zegt, is heel groot. Maar dan heb je toch al een soort algoritme gebouwd waarin eigenlijk al ja, over de rest van Nederland en de wereld al misschien uitspraken kunnen worden gedaan. Ik denk dat je dat bedoelt. En dat is wat ik bedoel. Ja, en dat is natuurlijk best wel. Precies, ik zie de voordelen daar wel van in, maar. Maar dat is precies wat we dus moeten zien te voorkomen. Kijk, je moet op een verstandige manier omgaan met data. Je wil ervan leren. Je wil kijken wat er gebeurt. Maar we gaan niet vervallen in het maken van algoritmes om stereotypen op te sporen of te uitspraken. Dat niet. Dat is niet de bedoeling, nee. En wat is wel de bedoeling even? De bedoeling is om een uniek concept neer te zetten. Het gaat niet alleen om data. Het gaat over vervoerstromen, over circulariteit, over water. Ik zoek even bij elkaar. Ik probeer heel flauw naar een soort toepassing te komen die ik kan snappen, zeg maar, van hoe je die data dan wel kan toepassen zonder dat het meteen. Hoe je in zo'n wijk waarin je alles integreert, waarin je probeert zeg maar die maatschappelijke doelen te bereiken, hoe je daar met data, met allerlei andere infrastructuren samen daar invulling kan geven, zodat bewoners zelf ook aan het roer staan om daar keuzes in te maken. Je bepaalt zelf wat voor een soort mobiliteit je wil hebben. Dan moet je presenteert meer de data, maar je hoeft ze niet per se te gieten in een algoritme om individuen te profileren. Precies, het gaat niet om individu, het gaat om het collectief, hoe je in zo'n wijk de dynamiek kunt helpen, zeg maar. Vandaar dat ook bewoners eigenaar zijn en blijven van die data. Precies, dat begrijp ik wel. Meer. Gert, bewoners daar begrijpen. Gert, reageer je op. Kan je dit voor je zien wat Marcel Taans zegt? Ja. Alleen, ik heb ook een beetje hetzelfde wat Tijmen heeft. Ik ben uiteindelijk ook ondernemer. En mijn vraag is uiteindelijk, ja, wat is de drijfveer om dit te doen? Wie heeft hier nou daadwerkelijk belang bij? Is het de nutsbedrijven, de mobiliteitsbedrijven of is het daadwerkelijk die burger? Want ja, op een gegeven moment, die sensoren moeten toch ergens betaald van worden. De server waar die data op draait ook. En willen we dit tot een soort schaalbaar concept krijgen, denk ik wel dat je daar een oplossing voor moet hebben. Dus dat is meteen mijn vraag aan Marcel. Van hoe werkt dat dan qua verdienmodel? Nou ja, er zijn verschillende opties voor. Kijk, nu zijn we aan het denken over hoe kun je nou een soort platform maken waarop je die data op een goede manier kunt borgen. Los van eigenaarschap nog van die data, want dat staat echt niet ter discussie. Maar de vraag is inderdaad, ja, ook voor bedrijven is het een living lab van hoe gaan we daar nou iets mee verdienen. Dus in die beginfase hoeft dat niet. Het is wel van hoe kun je nou op basis van wat daar gebeurt, zeg maar, het voor alle partijen aantrekkelijk maken om dat circulaire wonen en bouwen en die digitale wijk mogelijk te maken. Dus het is echt wat dat betreft een living lab voor een aantal jaar om dit soort dingen te ontdekken juist. Ik hoor niet echt een antwoord op wat Gert vraagt, van wat het model dan is. Maar... Nou, ja, kan je een concreet voorbeeld eventueel noemen van wel iets waar jij al wel veel potentie in ziet? Het is een ontwikkeling. Het is een living lab waarbij we dingen gaan uitproberen. Er staat nog geen huis op dit moment, dus het is heel lastig om dat nu te concretiseren. De plannen zijn nu in de maak. Waarom ik aan tafel zit daar is juist om te letten op die privacy en zeg maar dat belang van die burgers. Ja. Nou, dat is een moeilijke vraag. Ik hoor dus heel vaak dat narratief van, ja, we verkopen jullie data niet, je hebt controle over je data. Dat hoor ik ook steeds meer, hè, want we zoeken een oplossing voor al die dataproblemen. En dan hoor ik heel vaak, we geven jou daar gewoon eigenaarschap over. Je krijgt een soort kluisje of zo. En dan, maar ja, dat,
Als ik dat soort dingen hoor, dan denk ik weer terug aan, ja, maar dan begrijp je dus eigenlijk niet wat data is. Want er zijn dus meerdere soorten data. En die rauwe data is helemaal niet spannend. En die kan je prima in een kluis bewaren. Het gaat om die afgeleide dingen die eruit haalt. En daar hoor ik te weinig over. Wat daar ook, als jij uit die data afleidt, als je daar een algoritme mee maakt en je verkoopt dat. Ik bedoel, heeft de burger daar iets over te zeggen? Ja, ik breek even in, Tijmen, want ik weet, zeg maar, er is een paper van de Europese Unie met allerlei voorstellen van hoe kunnen we die geest weer in de fles duwen van de grote dataroof en de grote surveillance. En een van de dingen staat er eigenlijk dat een dienst mag eigenlijk niet de data gebruiken voor allerlei projecten die niet onherroepelijk met die dienst te maken hebben. Dus doelbinding is dan, ja. Ja, ik ben Facebook. Jullie moeten gewoon sociaal een beetje, moet het allemaal een beetje gezellig zijn. Het gaat niet om dan algoritmes voor gezichtsherkenning te bouwen, want dat heeft niks primair met gezelligheid te maken. Zien jullie iets in dat soort restricties? Even Gert. Nou, ik denk dat dat wel interessant is, want waar ik als ontwerper heb ik de afgelopen jaren de hele smart city hype redelijk gevolgd. En wat mij opviel is dat er allerlei living labs pilots en allerlei initiatieven zijn geweest. Alleen wat je toch ziet is, wil je tot een succesvolle oplossing komen, moet je met heel veel aspecten moet je rekening houden. Er moet een verdienmodel zijn, de data daar moet correct mee omgegaan worden, die intentie die moet duidelijk zijn. Waarbij ik zelf wat terughoudend ben geworden naar alle pilots en living labs van laten we eens gaan kijken. Waarbij ik zelf vanuit een ontwerpgedachte veel meer ben van jongens, laten we nou één concreet probleem pakken en daar een concrete oplossing voor formuleren en die testen. En op basis kijken hoe we daarop kunnen door-itereren. Want dan kan je namelijk ook de hele keten van hoe je data verzamelt, verwerkt en weergeeft goed in de gaten houden en ook aan iedereen concreet uitleggen wat ermee gebeurt. Ja, dus het voorstel van de Europese Unie vind je eigenlijk logisch. Ja. En jij zegt ook van we moeten eigenlijk veel meer naar een directe doelomschrijving toegaan. In plaats van laten we maar gewoon zoveel mogelijk data lostrekken van iedereen en dan kijken we wel. Ja, ook omdat ik vanuit de commerciële kant heb gezien dat het vaak tot weinig leidt. Het zijn een soort gouden bergen die gepresenteerd worden. Ja, als we nu alles verzamelen, want dan kunnen we dit, kunnen we dat. En dan blijkt in de praktijk dat de data weer niet goed opgeslagen is of net niet de juiste detailniveau heeft om het doel wat er voor ogen was mee te behalen. En dus ik denk vanuit meerdere perspectieven dat het zinvoller is om dit soort zaken op kleinere schaal met een concrete doelstelling aan te vliegen. Ja, en dat we dat misschien ook in de wetgeving moeten verankeren. Dat zou best wel ver gaan eigenlijk. En dat zou misschien ook meteen heel veel problemen die jij eigenlijk ook ziet uit de wereld helpen. Dat je mag niet meer gaan alchemie gaan bedrijven op data, op allerlei dingen die niks met jouw primaire service te maken hebben. Ja, de combinatie van die dingen hebben we allemaal wel nodig. Wat ik interessant vind is, voor mij als ik dat zo zie, dan zie ik, oh, meer data verzamelen, dat is voor mij een soort, alsof je zegt, we gaan een nieuwe benzinemotor bedenken. We gaan nog meer doen met olie. Terwijl ik denk, nee, als je kijkt naar olie, nee, je moet Elon Musk zijn. Je moet zeggen, we gaan nu elektrische auto's maken. We gaan het wel goed doen. En dus voor mij is de uitdaging niet meer doen met data en meer data verzamelen. De uitdaging is minder data verzamelen. En daarmee toch alles laten werken. Dat is wat mij betreft de groeimarkt. En dus voor mij is het ook een soort van stukje gewoon visie op innovatie. Want is dat nog steeds het klassieke meer data verzamelen? Of is het, nee, we gaan echt minder data verzamelen. En dat wordt wat we gaan verkopen. Misschien toch nog even daarop inhaken. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ook gerichter data verzamelen. En toch even dat Brainport Smart District erbij. De bedoeling is niet om data te verzamelen. Dat is niet het uitgangspunt. Nee, het is data verzamelen als een van de infrastructuren. Naast ervaring opdoen met circulair bouwen, met milieu, met water, met natuur, mobiliteit. En data is in ieder van die domeinen, wat net ook werd aangegeven, speelt een belangrijke rol. En dit is een unieke mogelijkheid om in zo'n wijk met al die huizen en bewoners eens te kijken van ja, wat betekent dat dan concreet? En dan loop je tegen dit soort vraagstukken aan. En er zal ongetwijfeld een partij zijn die andere bedoelingen heeft dan wij. Maar dat ga je dan juist ontdekken. Daarom hebben we ook gezegd van nou, we hebben een data advisory board. Dan gaan we nadenken over het datavraagstuk. Maar daarnaast ook nog een ethische board. Want je komt 100.000 dingen tegen ongetwijfeld. Dat klinkt ontzettend goed. Die ook niet door de wet geregeld worden, die precies in grijs gebied zijn. Daar moet je wel iets mee. Maar misschien is het ook wel, ik denk ook gewoon met de ervaringen van Gert Franke, ook gewoon goed nadenken van hoe kunnen we dat zo concreet mogelijke doelen gaan formuleren, waardoor je ook al meteen aan de voorkant ziet van, dan kan je gericht ook
die data gaan verzamelen. En dan kan je een hele hoop dingen ook weer weglaten. Tuurlijk, en dat gebeurt ook. Maar dan nog hou je heel veel grijze gebieden over. Ja, dat zal. Dan is het interessante van zo'n Living Lab dat die op tafel komen heel concreet gekoppeld worden aan die vraagstukken. Zodat je daar met elkaar over kunt hebben, ja, wat betekent dat dan? Ja. Ik zie nu ook die doelbinding in die AVG, die privacy. Die doelbinding die is er nog niet volgens mij. Dat is nog steeds op de tekentafel. Dus in die zin, die moet er denk ik komen. Daar zijn we met z'n allen toch wel over eens, of niet? Dat we gewoon het... In de privacywet is doelbinding was er al voor de AVG. Doelbinding betekent gewoon dat je alleen maar data mag verzamelen voor hetgeen waarvoor je zegt dat je data gaat verzamelen. Maar dat is nu al zo. Ja, lang. Ja, maar die algoritmes die dan worden gedestilleerd op een soort secundaire manier, dat gebeurt ook nog steeds, toch? Ja, maar dat komt omdat jij op I agree hebt geklikt. Er stond gewoon in dat ze dat gingen doen. Ja, maar nee, dat klopt. In de AVG staat ook van als die consent policies te warrig zijn, dan tellen ze eigenlijk ook niet. Je mag niet eigenlijk misleid worden. Die is nieuw voor mij. Maar... Oh ja, nee, die is wel. Ja. Dat kan wel. Op Gertsen en ik werken allebei aan een privacy label. Precies om dit consent vraagstuk aan te pakken. Want, we hebben het net over gehad van, snapt de burger wel? Kan je de burger wel vragen om dit allemaal te snappen? En ik denk het antwoord is nee. Maar tegelijkertijd is het nog steeds waardevol om privacy labels te maken om burgers wel beter te proberen te informeren. Want het is nog steeds ook een belangrijk component, is wel consent. Oké, nee, ik moet het afsluiten. Dit is even weer een nieuw hoofdstuk, het privacy label. Even nog een paar seconden daarvoor. Gert, wat is het privacy label? Eventjes kort en bondig. Ja, dat is een label die aangeeft hoe goed er wordt omgegaan met jouw data en daarbij rekening wordt gehouden met jouw privacy. Waarbij we hebben gekeken, kunnen we nou naar één uniforme oplossing die zowel in het offline domein, waarin we ook al steeds meer camera's en smart apparatuur tegenkomen, als het digitale domein één uniforme oplossing kunnen verzinnen. Waarbij we ook af kunnen van de cookie-meldingen die we volgens mij, 90% van Nederland ongeveer... Precies. Je krijgt gewoon een website voor je neus en er staat gewoon privacy. Er staat gewoon een label bij. En dat betekent dat het superveilig is. Ja. Label rood is dat je data worden geplukt en whatever. Wanneer gaat dat er komen? Nou, als ik vanmiddag nog met Marcel verder kan praten hoe we dat integraal in Noord-Brabant gaan uitrollen, dan hoop ik op heel korte termijn. Maar er is helaas nog niet een concrete toepassing. Daar zijn we wel naar op zoek. We willen hier nu mee verder om te testen in hoeverre dit daadwerkelijk wordt gewaardeerd door de burgers. Want de vraag is nog wel, er zijn al heel veel labels. Is er nog een extra label dan gericht op privacy wel wenselijk? En dat is voor ons de eerstvolgende stap die we willen zetten voordat we het breed willen gaan uitrollen. Oké, nou goed. Ja, en wij werken ook aan een privacy label, maar dat is een ander soort label. Want die van Gert gaat heel erg over een kleurtje en een soort... Oké, okay, hoor je dat hij wat design ondernemers tegen elkaar... Ja, nee. Oh, maar dat is het opbieden zijn. Ja. Nee, sorry Tijmen, de tijd is op. Ja, dus... maar prima. Ik heb wel goed om te weten dat er twee labels zijn die heel anders aanpakken. Dus voor, waarbij we nog steeds moeten praten hoe we dat samen gaan. Ja, want we vullen elkaar aan. Ja. Oké, okay, nou heren, dank voor dit gesprek. Erg fijn gesprek. Ik weet toch wel weer iets meer, gelukkig. U ook bedankt voor het kijken en luisteren. Dit was het tweede gesprek hier vanaf de Dutch Design Week van de slag om het internet. Er komt nog een derde en een vierde gesprek. Het derde gesprek zal ik hebben met filosoof Hans Schnitzler en kunstenares Julia Jansen, die dankzij Facebook leerde dat ze heel erg van groen hield. Dus ik zou zeggen, ga kijken en ik dank u voor de aandacht.